Hallo allemaal, in deze video ga ik je laten zien hoe je een rozijnenbrood maakt van de mix van graan en zo. Ik maak er ook vandaag een feestelijk rozijnenbrood van, omdat het bijna paas is. Kun je zien hoe je dat kunt doen en vandaag ga ik het vullen met amandelspijs. Om het brood te maken heb je naast de mix ook wat roomboter nodig, een ei, een beetje water en karnemelk. En we hebben gekozen voor karnemelk voor deze mix, omdat dat het kruim lekker zacht maakt. En natuurlijk een rozijnenmengsel. En voor de smaak voeg je ook nog wat sinaasappelrasp toe. Voor het deeg doe je alle ingrediënten in de mengkom. Begin met de mix. 130 gram water voeg je toe. Het ei. Dat maakt het deeg ook zachter. En dan ook nog 130 gram karnemelk. En een halve rasp van een sinaasappel. Als alles in de mengkom zit, dan kun je hem aanzetten en dan laat je hem 10 tot 15 minuten kneden totdat je een mooi deeg hebt gekregen. En na 5 minuten kneden voeg je in kleine gedeeltes de boter toe en dat is 35 gram. En ik gebruik daar roomboter voor. En dan laat je het deeg rustig kneden totdat hij alle boter heeft opgenomen. Als je deeg dan goed is, laat je het even 15 minuten rusten. Na een kwartier haal je je deeg uit de kom. Dan ga je de rozijnen door je deeg heen mengen. Dat kun je met de hand doen of met de machine. Ik laat nu zien hoe je het met de hand doet. Ik heb de rozijnen gebruikt van de rozijnenmix. En dat is een leuke mix, want dat zijn blanke en blauwe rozijnen. Samen met dadelstukjes en abrikoos. Je kunt 250 tot 300 gram rozijnen gebruiken. Ik heb nu 300 gram gedaan, want dan heb je een lekker gevuld brood. Ik heb ze even laten weken, een kwartiertje in lauwwarm water. En daarna heel goed uit laten lekken. Ik meng ze erdoor. De laatste rozijn heb ik erdoor gedaan en ik vouw eigenlijk het deeg steeds open en weer dicht. Waarbij ik dan steeds de rozijnen toevoeg. Je kunt ook nog met de deegkneder stukjes ervan afsnijden. Waarbij je dat er dan weer bovenop legt om het tot één geheel te kneden. Goed, ik zorg dat er zoveel mogelijk rozijnen aan de binnenkant zitten en zo min mogelijk aan de buitenkant. Dan is mijn deeg klaar en dan laat ik het voor de rest rusten in een andere schaal die ik even een klein beetje olie erin doe. Daar leg ik mijn deegbal in, draai hem even rond zodat hij niet aan de rand plakt. En deze dek ik af met plastic folie of met een douchemuts. En die laat ik dan staan voor 3 kwartier à 1 uur om te rijzen. Dan kun je je spijs maken. 250 gram amandelspijs. Daaraan voeg je nog wat citroenrasp en sap. Een ei. En 2 eetlepels water. Ik druk de lucht er even uit. En dan rol ik het tot een lap. Even meten hoe breed hij moet worden. Ietsje smaller. Zo. Dan heb ik de spijs nodig. Die leg ik als een rolletje op dit gedeelte van mijn lap. En dan rol ik hem op. Ik heb mijn bakblik ingevet en nu leg ik daar mijn deegrol in met de naad naar beneden. Die dek ik weer af met plastic. En dan zet ik het weer weg. Na 3 kwartier of 1 uur ga je even kijken of je deeg goed is. Nou, ik zie al dat deze flink gerezen is. En je kunt checken of je deeg goed is als je er met een vinger indrukt en de afdruk blijft even zichtbaar en hij veert dan terug, is die goed. Ik ga hem nu in de oven zetten. Die heb ik voorverwarmd op 180 graden en ik bak hem 40 minuten. Zo, hij is klaar. Ik los hem op mijn rooster. En zie daar,
je feestelijke rozijnenbrood. En voor een finishing touch smeer ik de bovenkant nog even in met een beetje roomboter.